De leukste huisjes hier in Den Dolde. Oké, mensen, fietsen in de provincie Utrecht. Het is een beetje de Utrechtse heuvelrug. Het is niet zo heel mooi weer, ik heb het jasje nog aan. Maar toch altijd nog 21 graden. Maar als je dat vergelijkt met een paar dagen geleden, was het 34, 35 graden. Dus dat is een groot verschil. Oké, nog even één huisje dan. Deze, kijk. Jongen. Je zult er maar moeten wonen, hè. Oké, ik ben nu van Den Dolder op weg naar Huis ten Bosch, volgens mij. Bosch en Duin? Ja, ik weet het niet meer. Je ziet het zo meteen. Ondanks dat we hier bijna midden in het bos zitten, hebben ze er toch nog maar even een park uitgeflanst. En daar komen mijn vrienden aan. Lekker vast dat ik wat te eten heb. Jammer jongens en meisjes, transgenders, transseksuelen, aseksuelen. Ik heb helemaal niks. Dank u. Yo! Ik ga zelf eten zoeken, man. Ik ben de voedselbank niet. Jongen. En daar komen er nog meer aan. Even kijken, waar zijn ze? Zichtbaar is. Onder het motto. Zoals de ouders zongen. Piepende jongen. Dat wordt dus vanavond Peking eend met rijst. Oké, mensen, ik sta hier midden op de landingsbaan van het vliegveld. Soesterberg. Zweefvliegtuig. Ik kom uit. Imposant plein en een herdenkingsmonument hier op de vliegbasis in Soesterberg. Dat vind ik wel mooi, mensen, dat we het nou niet alleen over de Tweede Wereldoorlog hebben, maar ook bijvoorbeeld over dit tijdperk. 1989, Kosovo.
voor het prachtige uitzicht wat je net zag. Daar heb ik wel de wet voor moeten overtreden. Dat heb ik allemaal voor jullie over. Tering. Oh. Kijk, dat bedoel ik nou. Zoals je ziet, nog steeds dicht bij de vliegbasis. Echt mooi hier. Moet je kijken mensen, dit is gewoon Nederland. Lijkt de fucking Sahara wel man. Echt mooi. Oké mensen, ik zit nu in Soest. Lekker te chillen. Op een bankje. Langs een weg. Dus kijken naar mensen die voorbij fietsen. En rijden en lopen. En ik ga het uren volhouden hier als het moet. Dat gaan we niet doen. Ik ga zo meteen eventjes doorfietsen naar Amersfoort. Kijken of daar nog wat te beleven is.